mensen. Goeiedag, wanneer jullie kijken, maakt niet uit. We zijn in het sanatorium de Brazil. Al onbekend inmiddels. We gaan kijken wat we deze keer kunnen aantreffen, eventueel. En het is voor ons ook weer een sprong in de diepe. Het is even geleden dat we hier geweest zijn. En dat was met de Halloween special 2 jaar geleden. Gaan we gaan meemaken wat we allemaal gaan zien vandaag en horen. Yes. Wil je wat te zeggen? Ja, start. Start, let's go. Goedenavond, als ik iemand aanwezig is. Mijn naam is Marco, ik ben hier met Sven, Roy en Selene. We zijn hier niet om jullie kwaad te doen of disrespectvol met jullie om te gaan. We willen communiceren met jullie. Als je in staat bent, zou je dan alsjeblieft voor het apparaat kunnen komen staan wat ik hier in mijn hand heb, in mijn rechterhand heb. Zouden jullie ons kunnen vertellen hoe jullie hier behandeld werden door de artsen? Wie dat rechts? Ja. Was jij dat, Selena? Nee. Zij was niks. Ik weet niet waar ze vandaan komt. Deze wel. Hier kwam het vandaan. Ik ga naar binnen, ja? Ja. Ik, op het moment dat jij begon te praten, hoor ik weer een beweging. Ik heb een bepaalde vorm van statisch. Ik, op het moment dat jij begon te praten, hoor ik weer een beweging. Ik heb een bepaalde vorm van statisch. Ik, op het moment dat jij begon te praten, hoor ik weer een beweging. Kunt u een geluid maken voor ons? Ik wil een spelletje met u doen, een klopspelletje. Het gaat zo. Kunt u dit voor mij afmaken? Het eindigt zo. Dus nog één keer. Kunt u dit voor mij afmaken, alsjeblieft?
Raad weten te horen ben. Als jij aan ons zou willen bekendmaken dat je hier bent, zouden we je heel dankbaar zijn. Goedenavond. Nogmaals, mijn naam is Marco. Mijn naam is Roy. Mijn naam is Sven. En mijn naam is Selene. Nogmaals, wij zijn hier puur en alleen om met jullie te communiceren. En ik heb hier een apparaat opgesteld op een soort van, ja, wat is het, tafel. En met dit apparaat zouden wij jullie eventueel kunnen horen. Is hier iemand aanwezig die met ons te communiceren? Buiten. Hoe heet? Hey. Hoe heet? Hey. Hoe heet? Hey. Ik hoorde kloppen, twee keer kloppen. Markeer tijd inderdaad. Probeer het klopspel nog eens in. Zou je dit van mij kunnen afmaken? Het eindigt zo. Dus, nog één keer, zou je dit voor mij kunnen afmaken? Er is één in deze kamer. Markeertijd. Jongens, ik ben leeg ineens. Ik ga voor 10 minuten, poef. Mag ik het? Kijk, ga even laten zien. Kijk, die heeft van die grote dingen. Ja, maar kijk. Een kind? Ja. Hoorde u dat? Ja. Ik zweer het je. Was ik. Hoe was de deur? Sorry, ik ben nieuwsgierig. Ja, nu mag je even. Kijk dan, wat ligt hier op de grond? Ik zweer het, jongens, kijk hier op de grond. Oké. Maar ik heb het ook te werk, ik heb nog geen beeld, ik kan het niet zien. Wow. Wat is het? Daarheen? Ja, ik ga daar op het hoekje staan. Ik kijk naar beneden, die soort van trap af. Ik loop een stap verder en ik hoor een soort van dat. De camera is ook op dit moment heel moeilijk aan het doen met scherpstellen. Nee, precies.